Wat ideeën? Zeker wel. En welke ideeën bedoel je? De traagheid, het geheugen, de herinnering, hoe snel je gaat, hoe minder je herinnering. Langzaam je gaat, hoe meer je weet. En hoe belangrijk het is ook om bepaald geheugen te hebben. Want een volk kan je kunnen vernietigen als je geen geheugen hebt, dan hebben ze geen identiteit. Ja, traagheid. Zeg je gelijk. Ja, absoluut. Dus ook interessant aan traagheid, dat is een bijzonder boek in zijn oeuvre. Niet alleen maar daardoor dat was een van de eerste boeken die hij heeft in het Frans geschreven. De allereerste. Eerste. Roman. Die, ja, roman. En Sees heeft hij wel geschreven, omdat hij natuurlijk ook andere soorten pronunciëren. Dus ja, ja, dat begrijp ik wel eens. Maar roman is allereerste traagheid. Ja, in het Frans. En daar komt nog een heel interessante structuur die hij gebruikt om, voor dit boek. Je zei ooit dat de meeste boeken van Kundera die zijn variaties, ja, over verschillende thema's. En traagheid, dat is een fuga, een fuga-compositie. Ja, het is een klein verschil natuurlijk. Mm-hmm. Variaties betekent dat je naast elkaar dingen legt die eigenlijk allemaal evenveel waard zijn. Mm-hmm. Een fuga is vaak dat je één bepaald thema neemt en dat wordt dan in andere variaties vertaald. Vaak gewoon geïmiteerd als het ware. Mm-hmm. En dat is wat hij in de traagheid natuurlijk doet. Hij neemt een libertinus novelle uit de 18e eeuw en eigenlijk maakt hij daar een pastiche op, hè? En varieert daarop inderdaad. En in die pastiche heeft hij ook nog verschillende momenten dat hij naast elkaar variaties. Een soort polyfonie, muzikale polyfonie. Dus je zou zeggen, dat leek alles goede materiaal voor een opera. Wel muzikaal of niet? Ik denk dat elk materiaal, als je goed bewerkt, een goed materiaal kan zijn, wat ik een beetje tactisch zeg. Ja. Maar ik denk inderdaad wel, zeker dat dit heel, ja, dat het een prachtig thema is. Mm. Ik bedoel, snelheid en herinnering, of langzame dingen doen en veel herinnering, is een fantastisch thema natuurlijk. Ja. Zeker in onze moderne tijd. Dat ik doe alles te snel. Was het inderdaad zo, Sharon, dat was jouw uitgangspunt om die thema aan te pakken? En dat we alles te snel doen, ben ik te horen, ja. Nou, inderdaad het idee van traagheid, ik denk dat ik toen ik het boek voor het eerst las, was ik 16 of zoiets. En dat is nogal een moeilijk boek om te lezen, omdat het een boek is die in essentie traag is. Niet als langzaam, maar hij vergt van jou als lezer heel veel aandacht en heel veel denken en lezen tegelijkertijd. En niet dat het een zo'n uber-intellectueel boek is of zoiets, maar het heeft een bepaalde concentratie in het boek die van jou als lezer meer eist, dus echt de tijd voor nemen. En dat fascineerde mij inderdaad om het niet het boek te bewerken, maar eigenlijk met een voorstelling op het boek te reageren. Op de idee van traagheid. En stel eigenlijk het leeservaring dat ik had als een jonge man te vertalen naar een kijkervaring bij een toeschouwer. Mm. En deze structuur, deze compositiestructuur, fuga-structuur, hoe belangrijk was het voor jou? De vraag is hoe belangrijk het voor jou was. Ja. Natuurlijk. nee, het was heel belangrijk voor ons beiden. En het was natuurlijk de uitgangspunt. En we hebben zowel muzikaal, hè, de sonate van Bach, als visueel, emotioneel materiaal die steeds terugkomt in verschillende variaties en zich ontwikkelt en naar elkaar refereert, naar de herhalingen enzovoort. En natuurlijk een driedeling, dus in het structuur speelt de fuga eigenlijk ook de uitgangspunt, ook in de repetitie dat jij geschreven hebt. En eigenlijk in de repetitiekamer waren we bezig met de variaties van het thema. Hmm. Ook het film is denk ik, want Kundera componeert zijn boeken met heel veel filmische scènes. Ja. Ja, dus ik denk dat eigenlijk bijna al zijn boeken, daar zou je op het toneel als opera iets van kunnen maken. Hmm. En dat is geen toeval eigenlijk. Ik bedoel, de Kundera's liefde voor muziek of Kundera's gevoel voor muziek, dat is ook geen toeval. Kundera is eigenlijk de kunst binnengestapt door de deur van de muziek. Kan je iets meer daarover? Ja, zijn vader was directeur van de Janáček Academie in Brno. En Kundera is ook natuurlijk een enorme bewonderaar van Janáček, de componist. Ik neem aan dat niet hoeft uit te leggen wie Janáček was, want er zijn heel veel dingen van het kerstspiel hier. Janáček componeerde ook operas waar hij eigen libretto's van maakte. En Kundera heeft ook eerst gedoseerd eigenlijk aan de muziekacademie, aan de filmacademie. En daarna is hij zelf gaan schrijven. Dus hij heeft eigenlijk
andere takken en facetten van kunst natuurlijk beoefend als het zich daarin verdiept.